Wat voor een teken krijg ik in Minecraft? Alleen moet Alex raden wat ik teken voordat ik het krijg. En dat is best wel moeilijk. Jesse, Jesse, doe de deur open, doe de deur open. Word wakker, doe de deur open. Ja, Alex, ik was lekker aan het slapen. Jesse, het is 1:00 PM. Je gaat toch niet slapen? Je weet toch wat we vandaag moesten doen? Nee. We moeten letterlijk binnen 20 minuten nog de enderdraak verslaan. En anders niest die over je huis heen. En het enderdragon snotneusel is... Gadverdamme. Oké, maar dan weet ik precies wat we nodig hebben. Dan hebben we namelijk... Niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen. We moeten het tekenen. Oké, ik weet wat we nodig hebben. Kijk maar. Oké, we hebben namelijk iets nodig, Alex. En jij moet raden wat ik teken. Alleen dan pas krijg ik het. En dit is echt het makkelijkste wat er bestaat. Iedereen weet wat dit is. Ik weet het. Weet jij het al? Hoe kan nacho's, je dat? Nacho's, een hele grote schaal nacho's met blauwe kaas. Oh, Alex, nee. Wat is dit? Je weet toch wel wat dit is? Moet ik het op zijn kop zien? Kom op, Alex. Je weet toch wel wat... blauw rond iets. Je weet toch wel wat dit is? Ja, nacho's met blauwe kaas. Dat zei ik net ook al. Nee, nee, Alex. Oké, je hebt nog één poging om te raden. Anders krijgen we het niet. Diamant. Het is een diamant. Oké, dankjewel. Alex, het is gelukt. Ik heb 64 diamonds. Daar kunnen we heel veel goede armor van maken. Ja? Oké, jij moet me helpen namelijk om de Ender Dragon te verslaan. We hebben maar 20 minuutjes tijd, dus je moet opschieten. Dus ik moet iets tekenen waarmee we de Ender Dragon kunnen verslaan, zeg je? Ja, we hebben nuttige dingen nodig. Misschien... Ik mag het niet zeggen. Nuttige dingen. Oké, dan doe ik zo. Dan doe ik zo. Wat is dit nou weer? Alex, nee. Nee. Ik weet precies wat je van plan bent. En deze kip weet ook precies wat je van plan bent. Dit is het. Waarom heb je een kippen-ei gemaakt? Oh. Omdat we een kip nodig hebben. Alex, we hebben geen kip nodig om de Ender Dragon te verslaan. Oh. Weet je wat? Ik denk dat het tijd... Hij zit in je huis. Hij zit op je bed te poepen. Kip, ga van mijn bed af. Weet je wat? Dit is vanaf nu een nieuw hok. Ik heb mijn huis toch niet meer nodig, Alex. We hebben iets anders nodig. We hebben namelijk wat hout nodig. En dat kunnen we wel tekenen, maar ik denk het hakken veel slimmer is om te doen. Ja, want daarmee kunnen we een crafting table maken. En bij mijn 64 diamonds kunnen we meteen armor maken. En dan zijn we meteen al beter voorbereid op de Ender Dragon. Dit is de perfecte... Ook een chestplate. Kijk, hier heb jij ook wat diamonds, alsjeblieft. Trouwens, we konden dat ook gewoon tekenen. Oh, ik heb 2 crafting tables gemaakt. Dat was niet heel slim. Oh, wacht, zal ik ook een paar nieuwe maken dan? We hebben niet 6 crafting tables nodig. We moeten armor maken, want dat hebben we nodig om de Ender Dragon te verslaan. Zo, wat heb ik nog meer nodig? Een broek heb ik nodig. Heb jij nog diamonds over? Ja. Hoeveel? Nu 13. En even denken hoor. En dan maak ik nog dit er. Oké, niks meer. Ik heb een veel beter idee, Alex. Let op, ja. Je moet goed raden wat ik ga maken. Want we hebben namelijk om de Ender Dragon te verslaan nog iets heel erg belangrijks nodig. Oké, dan doe ik eerst dit. En dan doe ik dit. Snap je het al een beetje of niet? Nee, ik weet wat je aan het tekenen bent. Je bent een banaan aan het tekenen. Nee. Een verrotte banaan. Ik ben ook nog niet klaar. Je moet even wachten, ja? Ja, en dan... Oh, ik weet wat het is. Ik weet het. En dan doen we dit. Empanadas, dat eten. Nee, het is geen panade. Alex, dit is makkelijk. Het is iets, alleen het is niet zomaar iets. Het is namelijk een stukje specialer. Is het Cupido? Het lijkt op Cupido. Het is iets wat Cupido gebruikt. Een hartje. Nee, Cupido gebruikt geen hartje. Alex, iedereen weet wat het is. Cupido gebruikt heel veel liefde. Oh. Oké, like even deze video als jij weet wat dit is. Want Alex, die weet het allemaal niet zo goed. En hopelijk kunnen we het dan op die manier wel krijgen, Alex. De andere hand heeft Cupido altijd een pijl en boog. Is dat het? Het is een pijlenboog, eindelijk. Maar niet zomaar een pijlenboog, het is een enchanted pijlenboog. Oh, daarom de glitters. Alex, ik heb een bow in mijn inventory. Die enchanted is, wat heb je erop? Ik heb infinity en power. Dat is precies wat we nodig hebben. Wow, kijk naar de paard, Schiet hem. Sorry. Dat was niet de bedoeling. Sorry, Alex. Wat hebben we nodig om de Ender Dragon te verslaan? Ik weet het wel. Ik weet het ook wel wat we nodig hebben. Kijk, dan ga ik hier zo schilderen met het uitzicht van dit prachtige landschap hier zo vormen. Want dat doen echt de schilders altijd. Jij gaat sowieso weer een kip tekenen. Nee. Natuurlijk ga ik geen kip tekenen. Nee. En waarom staat hier een kip? Kip, wegwezen. Wegwezen, we hebben een missie te voltooien. Oké, let op, Jesse. Ben je er klaar voor? Ja. Voor wat ik ga schilderen. Wat is dit nou weer? Oh, zo.
Wat is dit nou weer? Is dit een plant of zo? Nee. Ben jij een plant aan het tekenen? Waarom ben je een plant aan het tekenen? Oh, ik weet het! Ik weet het. Dit is een kommetje met een lepel erin. Nee. Jawel, we moeten namelijk eten hebben, anders gaan we dood. Hè? Een banaan! Je bent een banaan! Ja! Een banaan, maar niet helemaal een banaan. Bijna. Wat dan? Hij is nog niet helemaal klaar, maar hij lijkt inderdaad een klein beetje op een banaan. Oh. Is dit een gouden zwaard? Nee. Niet goud. Niet goud? Wat? Een geel zwaard. Nee, hij heeft eigenlijk een andere kleur nodig, sorry. Een netherite zwaard. Ja! En waarom teken jij een netherite zwart geel? Omdat ik eerst wou laten denken dat het een banaan was. Oh. Dit is echt het lelijkste netherite zwart wat ik ooit heb gezien, Alex. Dat is zo niet waar. Hij is hartstikke mooi. Kijk hem nou. Hij heeft zelfs een kaashandvat. Alex, het is gelukt. Ik heb een enchanted netherite zwart. Ik ook. Hij geeft allemaal lichtjes. Ik zei het toch dat ik hem goed heb getekend. Wacht hem! Au! Hier komen. In het water. Alex, vrede. Oké, ik moet even goed nadenken. Ik weet precies wat we nodig hebben om de Ender Dragon te verslaan. Misschien een portaal of zo? Nee, daar zijn we nog helemaal niet. We moeten eerst de spullen hebben die we nodig hebben, Alex. Kijk, wat ga ik maken? Je moet goed kijken, hè? Het begint op deze manier, zo. Het wordt een klok. Nee, het is geen klok. En dan... Appeltaart. Zo. Het wordt een hele grote appeltaart. Het lijkt op een appeltaart. Het is een soort van een appeltaart. Kom op, dit moet je weten. Pac-Man. Het is geen Pac-Man, Alex. Is het Pac-Man die aan het kakken is? Nee, dit moet je weten. En dan doe ik dit. En dan... Oh, het is een enchanted golden apple. Ik ben nog niet klaar. Zo. Kijk. 64 enchanted golden apples. Alex, ik heb er maar 32. Ik heb er ook 32, dus dan hebben we er 64 in totaal. Oké, dit moet wel genoeg zijn, denk ik, om de Ender Dragon te kunnen verslaan met zoveel appels. Dat denk ik ook. Alex, schiet dan geen pijl de lucht in. Ik ga hem even testen, trouwens. Jessie, ik heb je schilderij per ongeluk gesloopt. Hier, ik wil hem wel ergens ophangen voor je, als je wil. Zo. Kan dat? Het is wel echt een heel lelijk schilderij. Nee, dit is kunst. Alex, we raken afgeleid. De challenge was binnen 20 minuten. Dus wat hebben we nodig om de Ender Dragon te verslaan? Ik weet het allemaal even niet meer. Ik ben niet zo goed in Minecraft. Weet jij het? Ik denk dat wij iets nodig hebben. En ik weet wat wij nodig hebben. Wat hebben wij nodig? Ik ga het hier tekenen, ja? Ja, is goed. Dan ga ik het weer proberen te raden. Het is niks. We hebben niks nodig. Nee. We hebben wel iets nodig. Wat hebben we dan nodig? Ik weet wat het is. Dit is gras. Je bent gewoon dit uitzicht aan het tekenen. En daarboven wat lucht en water. Nee, ik snap dat je niet helemaal klaar bent. Want er staat alleen maar één groene streep. Ja, ik ben helemaal aan het... kan ik mijn kwast niet wat groter maken? Hoe werkt dit allemaal? Oh, ik ben een echte schilder trouwens. Kijk, let op. Een mooie groene lucht. Oh, of ben je een blokje aan het maken of zo? Oh, je raadt het bijna wel. Een dirtblokje. Ja, inderdaad. Alex. We hebben natuurlijk dirt nodig. Waarom hebben we dirt nodig? Geen nerd. Alex, overal om je heen staat dirt. We hebben geen dirt nodig. Ik heb het al geschilderd. We hebben echt helemaal niks aan jou. Ik weet precies wat we nodig hebben. Volg mij maar. Wat we nodig hebben, Alex, is dan moet je even goed... Er is heel veel gras. We hebben geen gras nodig. Ik heb het al gekregen, omdat ik het zo mooi had geschilderd. Oh, ik heb helemaal niks aan jou. We hebben iets anders nodig, maar ik weet dus niet zo goed hoe ik dit moet tekenen. Het is een rondje op deze manier. En aan het rondje maken we nog een rondje. Ik ben niet zo goed te tekenen, Alex. Maar je snapt hopelijk wel wat ik bedoel. Ik had trouwens al juist opgehangen, dat schilderij. Nee! Oh, dat is een groene donut. Weet je wel, die ene van de Unspeakable... Nee, het is geen groene donut. Kom op, Alex. Wat heb je nodig om de Ender Dragon te verslaan? Of nou ja, om überhaupt bij de Ender Dragon te komen. Je moet weten Monster wat het is. Monster & Co. Monster nee. University. Oké, daar lijkt het best wel op, maar dat is het niet. Het begint met de letter E. Je moet het raden, anders kunnen we het niet krijgen. Dan kunnen we niet de Ender Dragon verslaan. Een ezel. Het is geen... Oh, het is een High of Ender. Eindelijk. Dankjewel, Alex. Wat een lelijk schilderij. Hey, niet doen. Ik ga hem ophangen op jouw huis. Want jij hebt op mijn huis een vies dirtblokje gehangen. Dan hang ik hier deze op.
Kijk, zo. Maar dit is helemaal niet mooi. Dit is helemaal geen kunst. Hartstikke mooi. Maar daarentegen is wel echt kunst. Ja, nee, dat lijkt meer op een banaan. Oh. Kijk, nu is het net alsof jouw zwaard aan het vechten is met mijn oog. We zijn wel echte kunstenaars. Eigenlijk is het allemaal best wel mooi. Ja, hè? Alex, we moeten bij de missie blijven. Ik heb 64 Eye of Enders. En daarmee kunnen we het endportaal vinden. Ik denk dat hij daar is. Denk je? Oké, ik ga erin gooien. En hij is precies de andere kant op. Alex, kom, we moeten deze kant op. Alex, kan jij niet iets tekenen waardoor we misschien iets sneller daar kunnen komen? Want dit duurt heel erg lang. Oh, ik heb een idee. Een vliegtuig. Nou ja, een vliegtuig, vliegtuig. Er zit niet echt een vliegtuig in Minecraft, maar wat er wel in Minecraft zit, is Wat is dit nou weer? Dit gaat toch geen ezel tekenen? Nee, geen ezel, duh. Oh, je bent een paard aan het tekenen. Geen ezel, ook geen paard. Wat is het dan? Je snapt er helemaal niks van, hè, Jesse? Nee, ik weet niet wat dit is. Ik weet dat... Jij bent weer een kip aan het maken, hè? Maar dan dit is geen kip. Twee kippen ben je aan het maken. Nee, ik ben echt heel serieus aan het schilderen nu. Maar ik vertrouw jou niet. Jij bent nooit serieus dingen aan het doen. Jij bent alleen maar dirt aan het maken en allemaal lelijke blokjes en kippen en kippeneieren en... Dit is iets wat we echt goed kunnen gebruiken. Ik weet al wat het is. Het is een vlieg. Een vliegding. Hoe heet dat? Een elytra. Of niet? Ja, dat klopt. Alex, je moet er een 2 bij zetten. Of mag jij alleen een elytra? En ik wil er 2. We hebben alleen nog 1 dingetje nodig eigenlijk. Al willen we dit gaan gebruiken. Een kip. Zeker. Nee. Kip hebben we al. Ik heb hem trouwens. De elytra die is binnen. Dat is gelukt, Alex. Dankjewel. Wat ben jij aan het tekenen? Dit is... Nee, we hebben geen huis nodig. Nee, het is geen huis. Ik ben helemaal klaar met jou. We hebben geen huis. Wat ben je dan? Dit hebben we echt nodig. Wat is dit dan? Dit is een huis. Dit is een Minecraft villager huis. Zie je? Met een rood dak. Het is geen villager huis. Een villager huis met een rood dak en rode muren. Kijk, die staat hier al. Nee, je snapt er weer helemaal niks van, jij. Je bent gewoon letterlijk bij het huis aan het natekenen. Alex, je moet bij de missie blijven. Je snapt er helemaal niks van. Het is geen huis. Wat is het dan? Waarmee heeft het te maken? Met wat ik net heb getekend. Ik weet het. Een vliegend paddenstoelenhuis. Nee. Ik weet het. Het is vuurwerk, zodat we kunnen vliegen. En 64. Alex, het is gelukt. Ik heb het in mijn inventory. 64 vuurwerk. Mag ik ook een beetje? Jij mag voor het goede tekenen, mag je deze hebben, alsjeblieft. Joepie. Oké, let's go! Vliegen! Wow, Jesse, we zijn zo snel! Oké, ik gooi zo'n Eye of Ender. Waar moeten we... Huh? We moeten weer terug? Oh, nee. Alex, laten we even op deze boom gaan staan. Ik viel bijna naar beneden. Je moet goed kunnen landen, hè? Duh. Ja, ik ben hier niet zo goed in. Oké, ik ga er weer ben in gooien. Ik ben daar beneden. Oké, Alex, ik weet waar we heen moeten. We moeten richting het zuiden. Oké, volg mij maar. Ik weet waar het zuiden is. Dat is hierheen. Weet je het zeker, Alex? Nou ja, dit is waar de Eye of Ender heen ging. Kunnen we niet gewoon een kompas tekenen? Is dat niet gewoon veel slimmer om te doen? Alex, het duurt veel te lang. Waar is het? Het moet toch hier ergens zijn, net? Ik weet het niet. Ik ben aan het gooien, maar ik zie mijn Eye of Enders niet eens meer. Oh, daar. Ze zitten letterlijk hierboven. Gooien. Waar gaan ze heen? We moeten nog steeds naar het zuiden. Ik heb helemaal geen zin meer. Zo gaan we het nooit halen binnen 20 minuten. Dat duurt ook allemaal zo lang. Moeten we daar... Huh? Waar is hij heen? Hij is... Hij gaat hier de grond in. Hij gaat de grond in. Oké, Alex, dan weet ik precies wat we nodig hebben. Een banaan. Nee, we hebben geen banaan. Weet je wat? Ik ga het wel tekenen. Alex, wat we nodig hebben is heel erg simpel. Kijk, het begint zo. Ja. Zo. Blauwe banaan. Nee, het is geen blauwe banaan. Ik weet wat het is. Wat dan? Het is een boemerang. Het is geen boemerang. Kijk. Zo. Dit kent iedereen. Dit is denk ik wel het makkelijkste om te raden ooit. Misschien is het niet heel mooi getekend, maar dat is met kunst. Hè? Het is altijd heel lelijk en het lijkt heel mooi. Moet ik er op zijn kop naar kijken? Nee, wat hebben we nu nodig om naar beneden te gaan? Is het een meer? Het is... Het lijkt wel op een meer, maar het is geen meer. Het is iets wat je kan vasthouden. Is dit hoe Australië eruit ziet? Ik weet niet hoe Australië eruit ziet. Kom op, Alex. Ik weet wat het is. Het is een diamanten pickaxe. Ah, dankjewel. En dat is precies wat we nodig hadden om recht naar beneden te hakken. Al mag dat niet, maar we gaan het wel lekker doen, want het is hier beneden ergens. Regel even op Minecraft, hak nooit recht naar beneden. Ja, maar anders tekenen we toch gewoon een bucket met water als we die nodig hebben. En dan moet ik helemaal niet zeggen, want je moet het raden, anders krijg je het.
helemaal niet. Moet je wel echt heel snel kunnen tekenen. Oh, hier is het! We zijn er! Dit lijkt niet echt op de plek. Ik denk dat we nog een verdieping naar beneden moeten. Ja, is goed. Het is maar goed dat jij lager zit dan ik. Als jij de lava valt, dan weet ik dat ik niet verder moet hakken. En waar ben jij ook helemaal? Weet ik niet. Oh, jij zit hier. Oh, hallo. Wow, Alex, ik ben er. Alex, je bent er al. Maar dat hebben we helemaal niet nodig. Een appel en een enderpearl. Alex, we hebben enchanted gouden appels. We moeten het portaal vinden. Maar ik weet niet waar het portaal is. Kunnen we iets tekenen, zodat we dat sneller kunnen vinden? Waarom ben je aan het hakken? Ik zat vast in de grond. Ik denk dat het hier is. Ik ruik het. Hoe ruik je dat nou weer? Ik denk dat het hier... Oh, vleermuis. Is het hier? Nee. Yesie. Ja, ik schrik me dood. Hier beneden. Wat, een kistje? Maar er zit alleen brood in. Dat hebben we helemaal niet nodig. Nee, niet de kist. Hier. Wat dan? Wat hebben wij... Oh... Oké, hak deze even kapot, anders komen allemaal van die zilvervisjes. Ja, en het portaal even kapot hakken. Nee! Niet het portaal kapot hakken. Oké, we hebben de Eye of Enders al. Dat is perfect. We hebben alle spullen die we nodig hebben om de Ender Dragon te verslaan. We moeten alleen nog de Ender Dragon verslaan. Ben jij er klaar voor, Alex? Ik ben er helemaal klaar voor. Ben jij er klaar voor? Nee, ga jij maar eerst. Oh, Alex, heb jij blokken? Ik heb blokken. Maar we hebben wel vleugels. Oh ja, dat is veel slimmer. Hiermee kunnen we sowieso heel veel van die torens kapot schieten al. Oké, jij hebt je pijlenboog, hè? Boom! Ik heb er al één. Oh, ik ging bijna dood. Ik ging bijna dood. Het is tijd voor een enchanted gouden appel. Oké, Alex, doe jij die palen maar. Ik ben niet zo goed daarin. Hier, jij bent daar veel beter in. Oké, ik heb ze al bijna allemaal. Oké, ik pak die bovenste wel op. Misschien kan ik die vanaf hier raken. Het lukt me niet. Ik ben echt heel scheef. Ik heb ze bijna allemaal. Hoe heb je dat zo snel gedaan? Je moet er nog één. Hierboven zit er nog één. Ik zie het, maar ik zit zo hoog. Waar ben jij? Alex. Oké, dan pakken we de Ender Dragon. Hij is beneden. Slaan. Dit is makkelijk. Pakken. Kunnen we niet eens gebruiken? Oh nee, Jesse, pas op. Hij is niet ver bij je terug. Nee joh, dat komt helemaal goed. Kunnen we niet iets tekenen nog, zodat we hem in één keer kunnen pakken? We kunnen achter hem aanvliegen, dan kunnen we hem slaan. Ik sla hem! Ik ga hem ook slaan. Alex, ik ben niet goed in vliegen. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Hallo, Ender Dragon, ik ga jou slaan! Ik moet uitkijken dat ik dan niet neerval. Ik sta in brand. Alex, je moet niet in brand slaan. Oh, het lukt me. Ender Dragon. Jesse, dit wordt moeilijk, maar ik heb een perfect idee. Wat is jouw idee? Wat ga je tekenen? Ja, ik ga wat tekenen. Jij moet weten wat het is. Maar we hebben al de beste loot die er bestaat. We hebben een enchanted netherite zwaard en we hebben een bow. Ja, blijf maar praten. Ah, wat we namelijk nodig hebben is het volgende. We hebben dit nodig, maar dan denk je van, wat is dit? We hebben dit al. We hebben al een boog. Soort van. Een boog met een TNT-blokje. Dat bestaat helemaal niet in Minecraft, Alex. Dat weet je. Vandaag wel, Jesse. Vandaag wel. Hoezo vandaag? Alex, ik heb een TNT-boog! Probeer hem uit! Ik ga eerst proberen op de grond. Werkt het? Nee, er gebeurt niks. Alex, er gebeurt niks. Er komen alleen maar een beetje vlammetjes vanaf. Het lijkt alsof TNT niet werkt. Ik hoor echt een explosie. Hoor jij een explosie? Ik weet het niet. Hallo, Ender Dragon, kom eens hier! Oh, hij werkt echt. Hij heeft zoveel damage. Hij werkt echt. Hij schiet balletjes op me. Oké, Alex, jij doet met je zwaard. Ik doe met de TNT-boog, ja? Oké. En op die manier kunnen we... Oh, ik raak jou bijna. Dat is niet heel slim. Oh, je raakt mij! Sorry. Het komt doordat jij bij de Ender Dragon aan het vliegen bent. Alex, de Ender Dragon is bijna dood. Ik pak mijn TNT-bogen bij en ik mag gaan killen. Ender Dragon, kom eens hier! Boom. Alex, nog één kogel, denk ik. Ender Dragon, hier komen. Hier komen! Nog één kogel! Raken. Nog één kogel! Boom! Alex, ik ben niet zo goed hierin! Oh, we hebben hem! Ja! Doei, Ender Dragon! En dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video te zien. Om te weer zeker te missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1.